Goedemorgen allemaal. You just give me a... Welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag maandag gaan we beginnen. We beginnen heel leuk met burgerpakketjes. Woe! Zo, dat is één mega of zo. Burger. Nee, dat zijn... Alsjeblieft. Iemand... Nee, zo gaan we het niet doen. Oh. Nee, iedereen heeft toch zijn eigen uitgekozen. Oh, hebben we een pakket per... Ja, nou ja, gewoon... Niet per pakket. Alsjeblieft. Iedereen heeft gewoon zijn eigen items uitgekozen. Oh. Alsjeblieft, is voor jou. Ja. 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 Huh, ja, het is echt een tijd geleden al. Voordat je naar Barça ging. Toen ging jij eerst foto's doorsturen, toen werd Sarah ja. boos. Toen zei ik nee, linkjes. Oh, ja, dat weet ik nog. Oh my god, telefoon van Michelle. Of en? Ik heb ook een laptop case. Ik heb echt fucking veel. Ik heb ook. Oké, maar hoe moet ik het dan? Maar ik ben niet. Nou, gewoon kijken van wie wat is. Gewoon alles uitpakken. Een ringholder? We hebben hier. Van wie? Van mij, denk ik. Kom jij ook dat die telefoon erbij? Ja. Die zit hier ook in. Volgens mij heb ik dat. Laptoes. Ja, ik had een laptoes en wat. Wacht, jongens, zal ik even kijken? Met pantenprint of whatever. Oh, had je ook deze? Ja, denk het wel allemaal. Ja, ik had ook die hele set. Oh, die heb ik, denk ik. Ja, die heb ik. Ja. Oh, niet doen alsof niks. Oké, ik ben met mijn liefjes. We zijn lekker uit eten. Nog voor mijn verjaardag. Fucking leuk. Bij. Wat? Joh, je kan ook niet doen alsof. Encore bij Simons. Kijk, kijk. Wow. Ja, ga ik mezelf vol zitten staan op de brood. Dus ik heb Wow is er helemaal doorheen. Wat ze hebben. Ja. Zo, Nina, haar ogen zijn echt ziek mooi in het licht. Kijk, dus even. Open wat je dus een beetje dichtknijpen. Ja, ja, dat is zo. Het is ook al 7:30, hè. Kijk, dat kan wel echt de Hollander broer niet aan. Nee, die crackers op. Ja. Ja. 7:30 is helemaal per 5, joh. Ja. Die crackers met kaas. We hebben lekker bubbeltje om het te vieren. Ik heb weer lekker tegen liggen, dus ik lekker kaal. Zit ze hier zo vier? Kijk, kijk. Ik heb een flesje ook een beetje dat Saar zit te zeiken over een pakketje. Oh ja, dat ik zei, ik ga zo een beetje tegenlicht, Bissie. Ja, wij zijn eigenlijk best lekker. Oh, zo. Oh nee, boterham. Was een boterham. Toch een boterham met kaas. Jullie zijn het video van, oh mijn kamer is zo puin op al die pakketten. En ik dacht, kijk, ik ben met kaas. Heb ik in eentje buiten gehouden. Ja, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Bo is on fire! Melk kan het ook niet meer aan. Nee, dat is ook heel leuk. Nou, zijn ook mensen die niet gezien van Mel. Oh ja. Oh ja. Voor verandering. Wie was zo? Truus. Waarom zeg je dan Mel? Het is ook wel weer iets. Truus. Hoe heet ik dan? Rika. Nee, wat was het? Ja, weet ik. Oh my god. Eerst is het. Maar dit steekt echt in. Oh, ik film de hele tijd niet. Lekker. Ik heb het echt zo verliefd. Oh. Nou. Het valt helemaal uit elkaar. Ik weet niet wat het is. Wat was dat? Nee, Sarah vindt het grappig. Sarah heeft keihard lachen. Maar wie vindt het grappig dan? Wat gebeurde er? Ik vind heel veel wijn. Jij. Maar dit is zo grappig. Sorry, maar ik heb helemaal dit is toch te grappig? Even serieus. Nee, dit is gewoon Choo Choo 2.0. Kijk, hier is dit is zo. Hoppa. Komt. Niet normaal, niet normaal, niet normaal, niet normaal, niet normaal, niet normaal. Niet normaal, niet normaal, niet normaal, niet normaal. De sushi rollen zijn vanavond. Hou je bek. Nou, we gaan sushi rollen bestellen. Ik wil meer sushi. Ja. Nou, die sushi was ook niet normaal. Cheers. Cheers. Jij bent kut. Oeh. Dit is heel lekker. Ik ga helemaal stuk om jou. Cheers. Nee. Heerlijk gegeten hier. Ja, dat is wel waar. En frikkelen en boos. Dat was heel goed in Frankrijk. Ja. Zeg niet Frankrijk. Parijs. Wat is daar voor knop? Frankrijk. Dat was heel lekker eten. Frankrijk. Toch? En Cor bij Nick en Simon. En Cor bij Nick en Simon. In Golden Circle. We hebben nu nog in Golden Circle samen. Oh. Nee, dat was zo lekker.
zo veel. Wil je nog een laten kijken? Nee, nog even kijken. Gadverdamme. Wat is dit? Het beet blijft in die kaart van. Zo'n opa ook die dan de kaartjes uitblazen en dan flikker wil ze. Jij hebt een verschuiving. Ga je nou zo doen als ik door hele tijd op. Dit is Saartje vervoer. Ik wil een cocktail in een chique huis. Een berry bom. Ah. Wat heb jij? Saartje vervoerd. Saartje. Wat heb jij voor cocktail? Saartje. Laaf cake. Ja. Maar later in mijn huis wil ik ook zo'n tafel. En dan met al die drankjes. Ja. Sophie, wat voor cocktail heb jij? Een berry bomb. Een berry bomb. Oh, die is huh? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat zul je wel zien, dat is zij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen we blij, 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 blij. Ik leven lang, hoera, hoera. We leven lang, hoera, hoera. Hey, happy birthday. Ja, daarom wil ik die... For me. Goedemorgen allemaal. Nee, het is helemaal niet mooi. Goedemorgen. Ja. Schat. Het is woensdag. Hallo allemaal gewoon. Het is 3:00. We hebben net de hele tijd gewerkt. We gaan zo meteen naar de press day van Spice PR. Ik had een idee wat ik verwachtte. Ben je ooit naar een press day geweest? Niet dat ik weet. Ja. Het is gewoon een soort, zeg maar zo'n PR bureau heeft gewoon allemaal merken. En dan zijn al die merken worden daar een beetje tentoongesteld en zo. En dan, weet je. Oh, heel leuk. Ja. Dit is een soort van markt. Ik vind dat het een beetje een vibe kan. Ja? Vind je dat? Nee, niet. Wat? Wat ben je aan het doen? Zo. Hey. Ik ben er zo ingezoomd. Oh. Nee, dit is geheim. Geheimhouding. Dus ik heb geheimhoudingspoel. Oké, nou, mijn haar is net geknipt door Ster en nu zit Saar. Die mag je ook wel. Yay, ik ben echt heel benieuwd. Oké, doe eens even before. Oké, ja, we gaan even een doe before doen. Doe ook even een before foto. Oké, ja, wacht, we doen eerst even de vlog. Dit is de before. Nou, zo ziet Saar wel mooi haar hoor. Maar ja? Het is wel... Is het mooi? Ster is heel blij. Oké, Ster gaat even laten zien wat ze eraf zou doen. Ja. Kijk. Ik denk toch wel... Ja, toch wel eigenlijk tot hier. Ja, omdat je ziet die bovenste laag, hè? Die is een beetje afgebroken. Nee, zij is een beetje bang. Ja, maar ik wil het gewoon niet kort, ik ben gewoon trouw aan de vorige. Hier ligt mijn haar. Er is best wel een stukje vanaf ook. Nou, Ster. Nee, ik ben echt niet heel moeilijk hoor. Ster, succes. Ja, succes. Ik voel een beetje. Oké. Nee. Nee, het komt helemaal goed. Nee, maar ik ben echt totaal niet. Guys, knippen gaat fout. Oh, arme Ster. Heeft in haar hand, nou in haar vinger geknipt. I was very passionate. Ja. Gelukkig waren we niet halverwege al, maar. Maar we gaan nu even naar de huisarts, want we zitten hier in het gebouw, dus een huisarts. Ik denk wel al dicht. Ja, dat denk ik ook. Misschien is er iemand achter. Oh, hebben ze maar iets van een verbandje of zo? Ja. Dan kan je gewoon alleen even... Arme mokkie. Nou, ik wou dus vrees dat ik niet verder kan knippen. Ja, nou, dat komt wel. Gewoon op branden. Ja, dat dacht ik ook. Maar is... Waar is het dan? Oh. Ja, ik dacht, je durfde niet te kijken. Eerst wilde ik zo'n los stuk huid. Ja. Je durft ook echt niet je vinger eraf te halen. Je denkt, I'm not... Oké, maar we moeten eigenlijk wel op de deur. Hallo allemaal, happy King's Day. Het is vandaag donderdag, het is Koningsdag. Ja. Ik ga nu heel even snel op, even snel drank halen en dan ga ik door. Ik ga vandaag op de boot met Isabel en Bo en allemaal vrienden van Bo, de vriend. Dus ik ken ze eigenlijk niet. Maar ja, ik ga nu even snel, want ik heb alweer haast, maar het wordt een helemaal leuke dag. Nou, ik ben lekker op de boot met mijn zussen. Party! We zijn lekker aan het varen. Helemaal leuk.
Zij is geen camera. Zij is vlogger. Ik herken ze niet meer zo. Oh, ga je van ons maken? Nee, ik ben hier aan het filmen. Filmen? Ja. Oh, dat is ook wel. Hey, ik heb een gemis. Hij gaat een kusje. Oh, kusje. Ah, oh, zoveel liefde. Oh ja, inderdaad. Heel donker. Zo, ik hoop dat je het dan een beetje precies. Nou, proost mij. Proost. Ja, proost. Cheers. We gaan even lekker frikandelbrood eten. Lekker. Hoppa. Ja. Zes. Helemaal leuk. Isabel Schijs. Zie je waar bent. Ja, kom op. Goeie. Hé, wat is dit? Lucas is er even achter je.
morgen, maar het is vandaag vrijdag. Dag na Koningsdag. We hebben de hele ochtend gechilled. Het is nu 2:30 of zo. En we gaan nu even de stad in. Even naar de Zaar. Misschien even koffietje doen of zo. Nou, we zien het wel even. En het weer is weer back to cloudy en cold. Gisteren hadden we echt geluk hoor. Weer is weer back to cloudy. Oh. Ja. Meneer Cloud. Oké. Het is inmiddels. Hoe laat is het eigenlijk? Hoe laat is het eigenlijk? 6:30. 6:30? Oh, oh mijn god. We hebben 3 kwartier voor het restaurant zijn. Ik ga het eten met Floor. Ik heb net geshopt. Ik heb hele leuke nieuwe shoes. Ik ga jullie laten zien. Nieuwe New Balance. Oh my god, I'm so happy. Even unboxen. Ik wil ze echt een hele tijd. En elke keer kijk ik online. Vaak zijn ze ook uitverkocht. Of ja, zijn ze gewoon. Ja, twijfel ik elke keer. Maar nu ging ik naar de New Balance shop. En had ik ze gewoon gehaald. Want ik zag ze en ik dacht, ik moet ze. Kijk hoe leuk. Ik ben echt obsessed. Ze zijn dus wit met een beetje grijs tinten. Wel leuk, want ik heb dat nog niet echt meer zwart of beige. Ik heb maat 39,5, zoals ik normaal eigenlijk maat 38 heb. Maar ze hadden dus alleen 38,5, 39,5 en zo. Heel raar. Ik weet ook niet waarom. Maar goed. Ja, dus ik ga die vanavond natuurlijk meteen aandoen. En ik heb trouwens ook nog sokken gekocht van Nike. Want die staan er wel leuk bij. 6 paar voor €23. Nou, helemaal top. Nou, de meiden even lekker eten. Lekker oestertje. Lekker met. Oh, lekker met toast. En citroenmayo. En koekjes. Oh. Nou, meiden. We gaan even een oestertje slurpen voor de vlog. Ik heb echt lang geen oester op eigenlijk. Even een taste test. Ik ook niet, want ik durfde niet meer. Nee, ik ook niet. Nee, ik zweer. Los? Dat hoop ik wel, dat hoort wel. Nou, twijfel. Nou, deze niet. Nee, die is mij zo niet. Weet je wat ik kut vind als je zo'n... Ja, als een lepeltje, ja. Zo'n stuk schelp in je bek hebt. Ja, ik ook. Zo'n zandstuk. Ja. Nou, cheers. Het verpest het al helemaal, wacht. Ik moet hem even nog lekker maken. Nee, ik ben nog niet ready. Lekker uitje. Maar ik wil even uitje gewoon. Ja. Nou, cheers. Cheers, ik ben benieuwd. Ik ben bang. Nee. Waarom is dit schelp in mijn mik? Oh. Precies waar we het over hadden. Oh, ik heb een flubbertje. Nee. Echt lekker. Oh, ja, ik ben weer helemaal echt back in town. Maar volgens mij proef je wel echt als het fout is. Ja. Nu dacht ik echt wel lekker. Ik heb ook een beetje een trauma aan kliek. Dat het zo'n... Ja. Het was zo'n dikke oester. Ze hadden zo'n... Dan is gewoon een oester niet lekker. Ik wil een nieuw wijntje. Ja. Zou ik misschien een nieuw wijntje boven? Natuurlijk. Weet je wel wat we... De Sauvignon had ik. Ja. Mag ik ook nog een Chardonnay? Ja. Supergoed. Ja. Awkward. Ze zat echt naar die camera te kijken. Hallo allemaal. Het is vandaag zaterdag. Gisteren uit eten was super gezellig. En ik ben druk bezig met mijn koffer inpakken. Want morgen nacht vliegen we naar Turkije. Super leuk. En perfecte timing. Ik kwam een pakketje van Chicel binnen. Dus ik kan allemaal nieuwe items meenemen naar Turkije. Helemaal excited. Ik heb een korte code Sarah 25. Krijg je 25% korting. Dus mega veel. Ik ga dit topje bijna niet meenemen hoor. Dit is een beetje too much. Maar wel echt super leuk voor een festival of zo. En ik heb deze super leuke broek. Een beetje zo. Flowy, losse broek. Dus deze ga ik sowieso meenemen. Heel erg leuk. Maat S en maat 36. Dan dit super schattig topje. Deze ga ik sowieso meenemen. Echt hoe leuk voor uit eten daar of zo. Oh, ik ben zo wit. Ik moet echt even bruin geworden, maar dat komt helemaal goed. Dus heel leuk cute topje voor de zomer. Dan deze super leuke crop top. Met een bruine vlinder erop. Ik heb nu net hier alweer een vlek gemaakt. Super dom, maar... Heel erg leuk. En een soort flowy cargo pants. Heel erg leuk. Hij schijnt ook niet door. Volgens mij, hoop ik. Maar ja, heel leuk. Deze ga ik denk ik ook wel meenemen. Het is gewoon zo'n lekkere, chille, flowy broek.
Dan deze bodywarmer. Heel leuk, maar niet om mee te nemen naar Turkije. Wel echt super cute voor hier in de lente in Amsterdam. Dus ja, die vind ik ook helemaal leuk. En dan als laatste dingen. Echt als eerst super leuk deze rok. Zit ook echt perfect. Zit zelfs een beetje aan de grote kant. Ik weet eigenlijk niet welke maat ik ook heb. Maat M. Dus ja, op zich zou ook wel S gekund hebben. Maar nou, dit is ook wel lekker chill. Zit hij een beetje los. En dan zit hij dus hieronder met een split. Heel erg leuk. Super cute. En dan dit topje. Nou, deze vind ik echt niet normaal. Zo off the shoulder. En dan met die leuke mouwtjes. Deze twee items gaan ook sowieso allebei mee. Nou, maar leuk. Dus je kan de Sarah 25, kan je 25% korting shoppen. Linkjes staan in de beschrijving. Kortingscode ook. Dus kort even checken. Nou, ik ben helemaal gezellig met mijn zus. Ja, want je kan dat blazen. Het is vies, hè? Ja, is vies. We gaan lekker lunchen bij de Harpe. Met Omi, helemaal gezellig. En Isabel, haar moeder. Heb je die cadeau wel nog meegenomen? Ja. Die heb ik van die kinderen allemaal gekregen. Ja, ja, toen met kerst. Nou, hier liep de Nou, daar gaan de meiden weer. Sashimi. Nou, de zussen hebben gewoon lekker gesport. Yes. Heerlijk lunch. Nu gesport. En nu gaan we snel klaarmaken. En dan hebben we vanavond een borrel met Fem. Wat we echt nooit hebben. Dus heel benieuwd. Helemaal gezellig. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Jezus, wat ben ik wit. Echt. Ik word er echt helemaal agressief van hoe wit ik ben. Gelukkig ga ik morgen naar Turkije. En ja, wordt het even een stukje bruiner. Want dit kan echt niet. Ja, ik ben nu onderweg naar de sportschool. Het is 12 uur. Gisteren was super gezellig. Hadden dus een borrel met Fem. Dat was echt helemaal leuk. Maar ja, nu even lekker sporten weer. En het is echt een prachtige dag. I love it. Maar ja, eindelijk is het weer een beetje lente hier. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer volgende dag en we zijn al in Turkije. Zo chill. Hierbij sluit ik de vlog af, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mij te abonneren en te volgen op Instagram en TikTok is allebei. Het Sarah Verwoord en dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...